Beautiful Science. Wij kijken naar de kleinste bouwstenen in het universum. Hoe we dat doen is door protonen, dat zijn waterstofkernen, met een grote snelheid tegen elkaar aan te botsen. En we hopen dat dan tussen die brokstukjes die eruit komen, dat daar het Higgsdeeltje zit, het deeltje waar wij naar zoeken. De middelbare school, dan krijg je op een gegeven moment scheikunde en dan leer je over de bouwstenen van materie, dus over atomen en moleculen. En ik was altijd heel erg geïnteresseerd in die kleine bouwstenen van de materie. Wat blijkt nou, als je iets verder gaat, dan zie je dat die atomen en moleculen weer opgebouwd zijn uit nog kleinere bouwsteentjes. En ja, dat is gewoon heel erg fascinerend en vandaar dat ik natuurkunde ben gaan studeren. Want dan krijg je van die buzzwoorden als kwantummechanica en Higgsdeeltjes en wil je gewoon heel graag weten wat dat inhoudt. En ja, ik zit nu op de plek waar ik leer en zie wat die buzzwoorden inhouden en weet wat die buzzwoorden inhouden. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Binnen de deeltjesfysica hebben we nog heel veel onopgeloste problemen. En een van die problemen is eigenlijk dat we niet zo goed weten waar massa vandaan komt. Nou, hebben we daar een idee voor, dat is het Higgs-mechanisme. En dat voorspelt een Higgsdeeltje, wat gevonden is in 2012 in de Large Hadron Collider van CERN. Alleen, het is lastig, want we weten niet zeker of het Higgsdeeltje dat we daar gevonden is, het Higgsdeeltje is dat de theorie voorspelt. Sterker nog, er zijn heel veel theorieën die veel meer Higgsdeeltjes voorspellen, namelijk 5. En wij zijn op zoek naar één van die 5 Higgsdeeltjes. En als we dat deeltje zouden kunnen vinden, dan zijn we een heel stap verder. Maar ja, het is allemaal heel nieuw. Het begint net. En ja, ik ben best wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Zo'n deeltje, dat vind je natuurlijk niet zomaar. Daar moeten heel veel botsingen voor gedaan worden. En al die botsingen, die data daarvan, die wordt gestuurd naar een enorme supercomputer. Wat er vervolgens gebeurt is dat die computer die data doorstuurt naar ons. En wat wij er dan gaan doen is een soort van statistiek erop loslaten, eigenlijk heel veel statistiek erop loslaten, om precies dat stukje eruit te krijgen wat wij nodig hebben. Nou, wat er in de praktijk op neerkomt, is dat je een soort van, bijvoorbeeld grafiek maakt en die heeft een bepaalde vorm. En die bepaalde vorm die probeer je met een simulatie na te maken. Kijk of jouw theorie ook die bepaalde vorm voorspelt. Nou, als je inderdaad die vorm voorspelt, dan zit je goed. Maar als je niet die vorm voorspelt, dan zit je fout. En dan moet je iets anders bedenken. Voordat ik aan mijn promotieonderzoek begon, heb ik een stage gelopen bij het CERN. En daar heb ik tussen de grootte van de natuurkunde gezeten. En dat is erg leuk om te doen. 'S ochtends kregen we colleges, 's middags deden we mee aan een echt onderzoek. En wat nou erg leuk was, is dat mijn begeleider van mijn promotieonderzoek was ook daar mijn begeleider. En vandaar dat ik daar ben ingerold. Ik ben eigenlijk pas net begonnen met mijn onderzoek. En ik lig goed op schema. Ik moet er wel bij zeggen dat we zijn natuurlijk afhankelijk van het apparaat van de Large Hadron Collider. En de vorige keer dat het apparaat aangehangen is, daar een heliumpijp ontploft. Nou, als dat gebeurt, dan ben ik wel de zak. Dan moet ik een jaar wachten en dan moet ik iets gaan bedenken wat ik in dat jaar ga doen. Faces of Science.